speelde de rol van Leonardo da Vinci. Dat was nogal een slimme mens die heel goed kon schilderen. Die er ook van alles uitvond. Enfin, werkelijk een heel slimme mens. Dus ik dacht, dat is echt niks voor mij. Da Vinci? Mona Lisa? Het portret is bijna finito, maar ze wil niet lachen. Ja, ik ben de Mona Lisa in deze film. De mysterieuze vrouw van ja, het werelds bekendste schilderij. Hoe dikwijls moet ik het nog zeggen, Mona Lisa? Geef me dan een reden waarom ik zou lachen. Mr. Peabody en de zijnen doen hun best om Mona Lisa aan het lachen te krijgen. Leonardo, misschien kan ik u wel assisteren. Perfecto, hou die lang, hou de zo. Niet bewegen, niet bewegen. Ik kwam binnen in de studio en ze zei, ja, Leonardo da Vinci speel je. Enfin, dat wist ik. En je zult dan het spelen met Italiaans accent. Ik dacht, ik ben geen acteur, ik kan dat niet, want ik spreek ook geen Italiaans. Ik wist dat niet. Ik wist gewoon niet dat ik mijn Italiaans accent kon spreken. Waarom zijn kinderen niet simpel? Omdat bambini zijn niet de machine, Peabody. Geloof me, ik heb er geprobeerd er eentje te bouwen. Dat was echt eng. Meneer Peabody en Sherman. Nu in de bioscoop.